Wow. Schietbaan. Wat? Oh, oh, oh. Nou, Joey. Oh, wat? Matje? Daan? Ja, hoi. Daan, waar ben je? Ja, ik was een tank aan het zoeken. En toen waren jullie opeens weg en ik zeg ja, tank. Joey. Ja? Daan. Daan is tanken aan het zoeken geweest, dus hij loopt hier ook echt. Waar ben je, Daan, dan? Ergens. Ik zie een basketbalveld. Oeh, een bal. Niet afgeleid worden door die bal. Sorry. Maar... Waar de fuck zijn jullie dan? Ja, we zitten op een parcoursbaan. Ach, gezellig, dat is niet gezellig. Oh, Daan, we zitten vast. We kunnen geen kant meer op als het... Lach niet! Waar? Oh, als die soldaten komen hebben we echt een probleem, hè? Dan zijn we dood. Leuk, nee, dat is niet leuk. Joey, lukt het nog of niet? Nee, het lukt gewoon echt niet. Hé, jongens! Oh mijn god, daar hebben we... Oh mijn god. Hoi. Leuk dat jij daar vrij rondloopt. Hè? Leuk dat jij daar vrij rondloopt, zeg. Ja, nou, ik zie jullie morgen wel weer. Ik ga even koffie halen. Nee, kom hier, Daan. Oh, sorry. Doe voorzichtig. Er hangen ook allemaal camera's. Straks worden echt gepakt, hè? Ja, dat zien we dan wel, toch? Nee, we moeten opa vinden. Oh ja, opa, sorry. We moeten opa. Maar kijk, we gaan zoeken bij de tank. Weet je wel, we moeten inbreken in het legerbaas natuurlijk. Dus we hebben een tank nodig. Dus, weet je wat ik vond? Nou? Wow. Ja, die zijn doorverkopen nu, dus ik ben zo... Nee, Daan! Help ons dan gewoon. Sla gewoon iets weg hier. Ja, maar dan is hij minder waard. Nee, maar dan... Oh, Daan. Ja? Anders zet ik je uit de groep en dan ben je dood. Oh, oké, laat maar. Ik kan ook... Nee, de grond. Oh, kijk. Hey. Tada! Oh, dat is wel handig. Nee, ik dacht, je gaat de modder weghalen. Nee, fijn. Maar nou gooi dat ding maar gewoon terug, want dat kunnen we niet doen. Ja, maar ik heb geld nodig. Nee, Daan. Ik leg hem zo wel weg als we naar de uitgang lopen, hoor. Als we naar de uitgang lopen, hoor. Geen neuken mee, maar dat zien we dan wel. Goh, ik heb echt een scheidhekel dat ik met jullie ben begonnen hier gewoon een clubje te beginnen. Oh, echt. Nou, jullie zijn alleen maar kleine kleutertjes, man. Jij gaat een parcoursbaan op en dan loop je tot vast. Zeg degene die het idee had. Ik ben heel goed in parcouren. Ik ben geen jongen. Wat? Missiefocus. Je moet die inbreken. Ja, opa. Waar is opa? Ja, om opa te vinden. Ja, dus ik heb de tanks gevonden. Ze staan bij jij met je tanks. Jij met je tanks. Wij hebben ook allemaal tanks gevonden net, hoor. Maar jij was er niet, want jij ging weer achter opa of zo aan. Nee, nou ja, ik dacht dat ik hem zag. Maar dat blijkbaar gewoon een vogel die wegvloog. Maar, ja, dat vermoeden hadden we ook al. Dat je dat... Ja, dat is mooi, hoor. Dat is een mooie vogel. Dat is een ekster. Ja. Tuurlijk. Jij bent ook een extra en je zit alleen maar achter dure dingen aan. Nou ja, weet je, het is wel veel geld waar dit ding is, hoor. Ja, maar nou hebben we een probleem. Hoe komen we hier uit? Ja, via een deur, denk ik. Ja, via een deur, ja. Oppak een tank en dan... Ja, jij met je tank. We hebben toch geen sleutel van die tank? Oh, nee. Nee. Joey, heb je toch nog een sleutel? Nee, ik heb geen sleutel bij. Joey, je kan toch alles? Ja, ik kan wel proberen. Ik ben mega... Oh. God, Daan. Je zegt tegen mij dat ik moet focussen. Wat doe je zelf? Ik ben gewoon snel afgeleid. Ik vind het gewoon spannend. Ja, ik ben ook snel afgeleid hier. Ik denk dat we terug moeten lopen. Waar moeten we heen? Teruglopen. Ja, teruglopen. En dan? We zijn toch gewoon de muur binnengevallen? Nee, we kunnen niet zomaar omhoog. Ja, daar komen we vandaan. Oh ja, dat is waar ook. Ja, maar misschien moeten we dan toch... Echt helemaal terug. Nee, die kant, dat duurde echt heel lang toen we daar... We gingen het vliegveld op. Die kant misschien. Ja, jullie gaan allemaal aan de andere kant op. We moeten één kant op, ja? Oké, nee, maar daar gaan we juist terug. Oké, misschien wel. Ja. Ja, maar ja, we moeten toch ook terug? Ja, dan kunnen we naar de markt toe. Naar de wat? Ja, er is ook een markt. Heb je dat niet gezien? Een markt? Ja, met allemaal huisjes. En... Ja, we hebben geen tijd om over de markt te lopen, hoor. Nou... Misschien wel, weet je, dat is... Ja. Ja, wat ja? Ja, eigenlijk niet, nee. Maar misschien zit wel opa helemaal niet hier, ik weet niet waar die zit. Nee, daar hebben we ook al door dat hij hier waarschijnlijk niet zit. We hebben echt een probleem, hoor. Want waarschijnlijk hebben ze ons al lang gezien op camerabeelden als ze die vanavond terug gaan kijken. Want ja, volgens mij zijn ze op missie vandaag, want het is wel heel rustig. Maar ik heb een masker op, dus ik ben veilig. Ja, jij met je masker. Hey Joey! Ja? Zet nou je masker op. Oh nee. Grapje. Het is een lelijke kop. Nou, dat is normaal. Wow. Oh, daarom heb jij je masker op. Ja, ik kom ook niet meer. Oké, waar moeten we hier dan lang? Wacht, hier is een deur, ja. Nou ja, deur, er zit niks, maar... Oké, ik weet echt niet waar we langs moeten, hoor. Hier weer. Ja, dat snap ik. Maar we kunnen toch niet zomaar in één keer zo'n jump van weet ik hoeveel blokken hoog doen? Ja, nee, dat is waar. Nou, een helikopter pakken. Ja, een helikopter pakken. Kunnen we niet iemand anders bereiken via deze oortjes? Nou, je weet maar nooit. Oh, kijk, deze. Ja, daar kunnen we niet in. Als je me nou even een voetje geeft, dan... Nee, dat wil niet. We hebben het net al geprobeerd dan. Ja, sorry hoor, ik heb het niet al geprobeerd hebben. Ik was gewoon verder uitgaan. Kijk wat hier is. Wat? We lopen gewoon vol in beeld. Dat is echt de Sjaak nu hoor, echt. We moeten dus zo snel mogelijk uit. Ja, nee, kijk wat hier binnen staat, Joey. Oh mijn god. Ja. Dank. Ja, niet. Thank you. Mooi extra, het is een tank 94. Wow. Ah, dat is zeer mooi. Wat is een ander matje nou dan? Oh, het matje is doorgelopen denk ik. Zijn jullie? Oh. Hoi. Hoi. Maar oh, hier zijn we nog niet geweest. Ik weet niet of hier zitten al die grote mensen denk ik. Ja, leuk, maar wij ja, weet niet. Hoe moet het toch? Ja, hoe lang? We moeten hier toch... Ja, nou... Wij zitten echt vast gewoon hoor, we kunnen geen kant op. Hier ga ik niet in staan, straks zakt het... Nee, hier kunnen we niks. Oh, we hebben echt een probleem. Waarom zijn we er überhaupt ingesprongen? Nou, ja, ik weer. Ik noem geen namen, maar jij hebt wel gaan feesten. En toen is opa ontsnapt. Nee, dat was omdat jullie bier wilden drinken. Jullie hebben hem gewoon laten ontsnappen. Wat, hoeveel heeft hij jullie betaald? Nee, hij gaf het leeg geld voor het bier, ja. Ja. Nou, daar heb je het al. Jullie trappen ook overal in. Nee, maar hij gaf geld voor bier en dan zou hij eventjes om met je mogen lopen. Dus dan. Ja, nou. Ja. Ik twijfel of ik met jullie verder ga. Oh, wij... Ja, nou, wij zijn gewoon een goed team, hoor. Ja, precies. Ja. Nee, dat vind ik ook. Daarom zitten we hier ook nu. Oh, een tank. Ja, een tank, een tank. We kwamen net alleen maar tanks tegen. Oké. Waar zijn jullie? Hier, voor je. Oké, dus als ik nu... Als we gewoon... Nee, we kunnen hier niks doen. Nee. Goh, ik denk wel, anders gaan wij in dat ding rijden, maar ik heb geen sleutel. We zitten echt vast, hè? Dus gewoon echt nergens een ingang. We konden net wel allemaal ingangen vinden. En daar toch waar we het vliegveld heen opgegaan ook, toch? Ja. Maar, oh, dat is dat grote vliegtuig. Ja. Oké, we konden daar nog rechtdoor. Want ik ging daar eerst rechtdoor. Dus zei jij in één keer, kijk wat hier zit. Dus we kunnen daar nog even proberen. En anders dan zitten we gewoon vast. Dan zit er niks anders op dan te wachten tot ze ons pakken. Zodat we weer... Nou ja, eten kunnen kopen en krijgen. Ik weet niet of je überhaupt eten krijgt van zulke mensen. Denk ik niet. Dat is lief gevraagd, weet je. Ja, nou heb jij dat boekje niet gelezen. Welk boekje? Ah, dit boekje. Zou ik eens even Zou ik eens voorlezen wat het leger doet? Ja, is goed. Het leger zie je weinig. Ze dragen zwart met gouden pakken en lopen met een M4 op straat. Als je het leger ziet, ren weg. Zij schieten iedereen dood die zij zien. Dit moeten ze doen van de president. Ze praten niet, ze doden. Dus... Niet dat wij veel keuze nog hebben. Joey! Ja. Je duwt me elke keer weg. Ik wil eigenlijk nog niet dood, weet je. Nee, ik ook niet. Daarom. We moeten echt heel voorzichtig wezen nu. Weet je, ik vind wel mijn leven heel belangrijk. Want ik wil wel mijn taak als regisseur natuurlijk gewoon verder doen. Dat vind ik heel belangrijk. Ja, dat snap ik. Schietbaan. Wat? Oh, kunnen we er wel weer uit? Ja. Oké, jongens, schiet maar. Hij is aan. Oh, wat doe je? Wat doe je? Hallo. Nou, veel plezier daar. Maar moet je? Nee, dat ga je niet doen. Nee. Ja, ik kan dat niet helpen. Jij gaat daar in één keer in zitten. Ik moet een pickaxe nog verkopen. Kijk eens. Lukt het? Leef je nog? Ik leef nog. Zie je wat gebeuren? Nee. Jij bent echt noob. Dankjewel. Oké. Die is naast mij geweld mogelijk, maar voor mij niet. Jij bent echt noob. Oké, wacht. Joe en ik gaan even bespreken wat we gaan doen nu. Oké. A few moments later. Ja, Joey, hoe lossen we het dan op? Want hoe krijgen we daar nou weer? Is maar gelukt! Zo. Ja. Nou, laat maar over dat is iemand te lossen. Kijk. Oké. Die knopje drukt hierin. Ja, ik denk dat naar beneden is aan. Ik doe hem wel uit. Misschien heb ik het gewoon veroorzaakt net. Oké, we gaan hier weg. Dat is niks. God, Joey gaat altijd zo door voor die deuren staan. Wat is dit? Laten we hier maar niet in gaan. Een parcoursbaan! Ja, nee. Een parcoursbaan! Oh my god, een parcoursbaan. Wat? Oh, dat was een verkeerd woord. Parcoursbaan! Zullen we het gewoon... Nee, zullen we het... Nee, we kunnen het niet doen, hè? Nee, dan moeten we weer pikken. Weet je, dit keer is Joey er en ik. En dus niemand kan ons helpen. Ja, dat is waar. We gaan hier niet in. Dat gaat niet lukken. Oké, we gaan slim wezen nu. We moeten een uitgang vinden ergens, hè? Ja, ik vind het ook, ja. Ja, nee, ja. Leuke muur was dat, hè? Ja, nee, sorry. Ik ben geïnteresseerd in sommige bouwwerken. Dus, ja, precies. Buiten. Hier is weer wat open. Oh! Ja, we kunnen eruit. Kijken. Nou. Oh, je bent wel echt een heer, zeg. Dan zie je ook tanks hebben. Ja, oh, jij met je tanks. Ja, ik vind het gewoon interessante voertuigen ook. Ja, interessant. Het lijkt een oefenterrein. Ja, dit is gewoon een oefenterrein, denk ik, ja. Okay. Misschien zijn ze nu aan het oefenen, dat hoop ik niet. Ja, anders zijn we fucked op. Nou, dat zijn we sowieso al, want de camera's heeft ons gewoon echt van dichtbij... Ja, zo net toch. Ja, maar nu niet. Nee, nu niet. Dus wat is het huis van opa? Wow. Nee, dit is niet huis van Welk opa. Huis is van opa? Misschien zit hij hier gewoon verstopt in. We moeten elkaar niet kwijtraken. Oké. Oh, waar is opa? Opa! Oh. Nee. Hier toch? Oh nee. Dammit, we zijn echt gewoon verdwaald. Oh, kijk. Wat? Een tank. Oh, Daan. Ik dacht, je ziet serieus open of zo. Wat is dit? Een speelterrein zeker? Is dit een... Joey, ik zit in de tank. Dit is een glijbaan. Nice. Ik ga van de glijbaan. En dan zeg je dat weet, kleinkind, zo. Stil. Niet vallen, Martje, want wij moeten hier nog wat langer aan het eten. Hoe kom ik hieruit? Oh, zo. Ik dacht dat... Oh. Waar ben je? Au, hier. Oh. Hi. Kijk, een winkel. Een voedselwinkel. Een pinautomaat, ik heb pin. Oh, man. We kunnen food kopen. We kunnen hier naar beneden. Nou, doe maar niet. Dan zitten we weer vast. Maar we kunnen hier gewoon helemaal niks. We zitten echt vast. Ja, klopt. Wat is dit? Dan mag gewoon YOLO kijken overal. Nee, ik ga ook... Auw. Ja, oké, leuk. Maar hoe komen we nou bij dat stuk waar we net waren? Hier toch? Misschien hier overheen of zo. Of de daken kunnen we er misschien... Daar, wat ben je aan het doen daar? Nee, ik loop maar vast door. Ik kom eraan. Oké, waar is Joey? Joey! Op het dak hier. Oh man, ik denk iedereen is weg nu. Zie jij ergens een uitweg? Oh, wij drukten die knopjes in, maar er zit hier gewoon een opening. Oh man. Hoi. Hoi. Ja, ik had even een klein foutje gemaakt. Ja. Oké, leuk. Maar we zitten in ieder geval bij de buitenmuur. Nou moeten we kijken of we hier ergens uit kunnen. Wacht, daar zie je ook deuren. Is hier iets? Nou, hier zo komen we net weg. Moeten we die kant op. Wat is er? Niks. Laat me raden, een tank. Nee, dit keer niet. Martje... Ik ben echt een kinderachtig doen. Ik alleen maar aan tanks denken. Wat is dit nou, mijn boer? Ik dacht, jij vertrouwt in me, maar nee. Nee, tuurlijk niet. Nou, voor mij lopen we weer een rondje. Ja! Ja, we hebben straf gekregen. We moeten via de gele lijn een rondje rennen. 30 stuks. Misschien kunnen we beter even een soldaat contacteren via onze orde. Dat hij misschien... bieden we €500 aan. Misschien laten we het dan wel vrij, weet je. Wat denk je zelf? Maar ze praten niet. Nee, ze praten niet. Net als Joey toen een keer. Oh, ze is ook een tong. Is de tong afgesneden door de commandant of zo? Ja, ik denk het wel. Jongen, jongen, jongen. Oh, wow, waar zijn de soldaatjes? Oh, wow, waar zijn de soldaatjes? Ja, we denken, dit is dat stuk waar we naar binnen gingen. Hey, kijk, hier ging ik dus naar binnen eerst. Hier. Ja, maar ging er verderop. Ja, nou, we hebben een probleem. We kunnen hier niet meer uit. Want hier zijn we ook al geweest. Daar hadden we ook niks gevonden, toch, Joe? Nee. We zitten dus vast hier. Oké, wat is plan B? Ja... Wachten tot ze komen. Wordt niet meer zeggen hoor, maar het... Nee, zeg ik het ook maar niet. Ja, ik weet het niet meer. We kunnen even, misschien even een plekje zoeken dat we even kunnen rusten ofzo. Ik ben wel best wel moe. Ja, ja, we hebben dat oefenpark, maar als ze dan ons vinden, dan... Ja, maar wil je anders slapen? Op een vliegveld waar elke dag vliegtuigen landen, is toch op een missie of... Waar wil je landen? Ja, waar wil je landen? Ja, sorry, ik wil op aarde landen, oké? Nee, daar verderop was wel een vliegtuig of zo, een helikopter waar we in konden. Die leek nogal een beetje oud. Misschien... Alleen een vliegtuig, niks anders of zo in de buurt. Die kon er doorheen, ja. Nee, geen... Ja, wel een tank. Ja, maar wat als dat vliegtuig opstijgt? Ja, dit vliegtuig kunnen we niet in. Maar als dat vliegtuig opstijgt, ja, dan kunnen we toch weg via een parachute. Ja, kunnen we erin. Daarachter? Ja. Oh. Oké, dan gaan we daar gewoon in zitten. En als we wel geluiden horen, dan gaan we gewoon weg. Maar ik ben niet zo snel. Zit hier parachute? Oh, hier zit een auto in. Wow, er zit een auto in, ja. Ja, dan gaan we hier gewoon op een stoeltje zitten en dan doen we net of we hier werken. Ja, oké, nou ja, we gaan maar wachten dan tot er hulp is of zo. Of tot we... Nou, we gaan gewoon een plan verzinnen. Precies. Ik ben bewapend, jullie ook? Nee. Nee. Eigenlijk niet. Nee, nou, Joey wel. Nou ja, met een aardappel kom je ook ver. Doei. Ja, aardappels. Oké. Nou, we gaan gewoon, ook als we moe zijn, we gaan... Eén persoon is elke keer wakker en dan wisselen we elkaar af om de zoveel uur. Ja, komt goed. Ja, dus we gaan... ik ga wel even slapen met Matje. Ja, Joey, ga jij ondertussen maar een plan bedenken? Ja, is goed, komt goed. Allemaal wanneer we wakker zijn een plannetje bedenken, dan gaan we morgen gewoon bespreken wat we gaan doen. Is goed. Nou, wat rusten dan. Wat rusten. Ja, precies. Kijk, een tank, die wou Daan graag. Ja, die wou Daan hebben. Is er een tank, is hij? Nee, precies. Oké, wat is dit? Het is ook een auto met zo'n ding. We lopen gewoon op de legerbasis, hè? Ja, precies. We hebben gewoon ingebroken bij de legerbasis.